Na moeizame CAO-onderhandelingen en een knip in het personeelsbestand is er bij AB InBev in Leuven opnieuw voorzichtig sprake van een feeststemming. Aanleiding is een gloednieuwe thermische centrale. Die werkt met warmtekrachtkoppeling. Dat betekent dat ook de restwarmte, die normaal verloren gaat, omgezet kan worden in bruikbare elektriciteit. De geïnstalleerde capaciteit voor elektriciteitsproductie is ongeveer het verbruik van 10.000 gezinnen op jaarbasis. En dat vertegenwoordigt zo'n 70% van ons eigen verbruik aan energie. De centrale spaart bovendien 5.000 ton CO2 per jaar uit. De installatie heeft AB InBev 20 miljoen euro gekost. En dat is een geruststelling, vindt eregast Louis Tobak. Want het is een teken dat het bedrijf nog gelooft in Leuven als productiesite. Laten we zeggen dat dit een zekerheid geeft dat de brouwerij voor een aantal jaren minstens verankerd is in het Leuvense. Ik denk dat deze investering het alleen maar verder bewijst dat deze brouwerij voor ons een belangrijke brouwerij is, net zoals de andere brouwerijen in België. En dat we ook proberen eigenlijk van vooral Stella Artois hier als homebrouwerij te houden. Deze inhuldiging doet misschien het tegendeel vermoeden, maar er zijn ooit betere tijden geweest voor bierbrouwers in West-Europa. De sector kampt jaar na jaar met lagere verkoopcijfers. Wel, je zou op het eerste gezicht kunnen zeggen dat ze kwakkelt. Maar ik denk dat deze biermarkt evenveel opportuniteiten biedt als andere. Het is natuurlijk moeilijker omdat de consument verandert. De consument heeft andere smaakverwachtingen. En het is onze taak eigenlijk om in bier daar de oplossing voor te zoeken. En nu de nieuwe energiecentrale een feit is, wil AB InBev zich opnieuw volledig op zijn marketingstrategie toeleggen.